Als je mij volgt op Instagram, dan heb je misschien in de afgelopen dagen wel een story van mij voorbij zien komen. Waarbij ik een oproep doe op een kantoorruimte die ik dus wil gaan huren. Ik ben al een aantal weken aan het zoeken naar een kantoorruimte tussen de 30 en 80 vierkante meter, zoiets. Ik hoef er niet heel gek voor kwijt. Een tafel, een stoel, een bureau, ding. Mijn spullen moeten er kunnen staan. Een backdropje misschien leuk voor wat greenscreen dingen. En natuurlijk een hoekje waar ik mijn YouTube studio kan plaatsen en kan drukken. Zijn er mensen die jij kent die dus leegstaand kantoorruimte hebben? Ik hou me zeer aanbevolen. Dat gezegd hebbende, deze video gaat er natuurlijk helemaal niet over. Dit zijn 9 redenen waarom ik denk dat elke videograaf een mattenbox nodig heeft. Hoi, tof dat je weer kijkt. Welkom bij weer een nieuwe video. Mijn naam is Roman Ridder en vandaag gaan we het hebben over de mattenbox voor de videograaf. En ik gebruik zelf de Smallrig Mini Mattenbox. En ik heb hier in eerste instantie een hele grote fout meegemaakt. Laat ik dat maar gelijk opbiechten. In eerste instantie kocht ik eerst van Smallrig de Lightweight Mattenbox. Maar dat ding is letterlijk 3 keer zo groot als deze. Dus dat zag er niet uit. Ik heb er helaas geen foto van gemaakt. Ik kan je die dus eigenlijk niet zo adviseren. Die is iets meer voor de grotere setups. Maar ik ben nu eigenlijk op dit moment heel erg blij met deze Smallrig Mini Mattenbox. Het eerste punt wat ik eigenlijk wil maken is dat heel veel mensen denken dat zo'n mattenbox zwaar is. En dat het je camera naar voren laat hellen. En dat je gewicht niet zo goed meer verdeelt over je hele rig. Maar dat is onzin, want dit ding weegt maar 150 gram. Dat is letterlijk zo licht als een veertje. Maar je moet echt niet geloven dat dit ding echt heel veel gewicht toevoegt aan je rig. Want 150 gram is natuurlijk gewoon echt peanuts. De tweede reden die ik graag wil noemen is dat de Smallrig Mini Mattenbox ontzettend makkelijk te bevestigen is aan jouw objectief. Het mooie van zo'n mini mattenbox is dat je ze dus eigenlijk direct op het objectief bevestigt en niet op de rig aan de onderkant, wat bij de grotere en zwaardere camera setups natuurlijk altijd wel gebeurt. Die worden bevestigd via de rods of via een ander kliksysteem, zodat ze niet op de lens hangen eigenlijk. Want dat ding dus ook nog eens zo licht is, kan dat dus heel erg makkelijk. En dat gaat via zo'n ringetje, deze draaien op het objectief aan de voorkant. En deze klik je dus eigenlijk heel makkelijk daaroverheen. En je hebt dus eigenlijk maar één palletje hier aan de zijkant. Die draai je vast. Hop. En hij zit vast. Dat ene schroefje, dat is echt meer dan voldoende. Juist ook weer omdat het ding zo licht is. Nou, een van de voornaamste redenen waarom mensen een mattenbox gebruiken is omdat ze met die vlag die er bovenop zit, dus lens flares en light flares, eigenlijk tegen kunnen gaan. Met deze flap, als deze op je camera zit, kan je er dus voor zorgen dat bepaalde light leaks van lampen niet direct in het objectief schijnen, waardoor je dus vaak lelijke lens flares krijgt. Dus het werkt eigenlijk als een heel mooi afdakje waarmee je dus onbedoelde lens flares kunt voorkomen. Nou, natuurlijk de voornaamste reden waarom mensen voor een mattenbox zouden kiezen is omdat ze daar filters mee kunnen gebruiken. Je kan hier hele grote mooie vierkante filters insliden. Je hebt opzetstukjes met een extra raamwerk eigenlijk die je erin kan schuiven. Waardoor je gewoon hele mooie grote filters, ND, gradatiefilters, CPL filters, weet ik het. Je hebt allerlei verschillende soorten en maten. En die kan je dus via het raamwerkje kan je dus heel mooi voor je lens schuiven. Waardoor je dus niet meer constant al die ronde filters op je objectief moet gaan lopen draaien. Ik gebruik dat zelf eigenlijk relatief weinig. Want ik vind die filters vrij duur. Dus dit is voor mij niet de beste reden om aan te schaffen. Maar wel een hele belangrijke voor heel veel andere videografen. Op het moment dat je camera een mattenbox, je objectief een mattenbox draagt en je camera die valt om, statief valt om, er gebeurt iets mee, iemand stoot er tegenaan, dan zal de mattenbox eerder beschadigd raken dan het dure objectief zelf. Dus je beschermt er ook echt je glas mee en ik denk dat dat een hele grote pluspunt is voor een mattenbox die nog geen 100 euro kost. Nou, eerder heb ik een video gemaakt over mijn complete camera rig en daar heb ik dus deze mattenbox heb ik ook kort uitgelegd samen met eigenlijk alle andere onderdelen die ik dus gebruik, de side handle, de top handle. Dat heb ik in een eerdere video helemaal uitgelegd. Dus als je dat wil bekijken, als je er geïnteresseerd in bent, eventjes die link klikken.
Daarnaast, ik had gisteren opnames voor New Scientist in Amsterdam. Ik moest in het Internationaal Theater in Amsterdam zijn. Ik liep daar over straat en mijn camera rig is altijd helemaal uitgebouwd. Dat ga ik niet op locatie nog helemaal doen. Dus ik zet hem eigenlijk zo naast me in de auto met een gordeltje eronder. Wie heeft het niet gedaan? Toen begon het buiten ineens knetterhard te regenen. En toen was ik best wel bang dat mijn lens dus helemaal zeiknat zou worden. Maar dankzij die mattenbox had ik een heel mooi afdakje. Dus die mattenbox die beschermt ook het glas zelf nog eens voor bijvoorbeeld regen, voor zand, voor opspattingen, steentjes, weet ik veel wat. Klepje dicht en je lens en je objectief is heel mooi beschermd. En dan kom ik gelijk aan bij punt nummer 7, want ik liep dus na die shoot liep ik weer buiten over straat. En het valt me toch altijd op dat mensen altijd het gevoel hebben dat je ze filmt. Dat als je langsloopt met zo'n camera in je handen, dat ze altijd een beetje zo staan te kijken van, oh, staat die camera op mij gericht? Oeh, spooky. Oeh, nee, ik zou jou nooit willen filmen. Maar goed, leuk dat mensen dat altijd denken. Kijk, als je dus geen mattenbox erop hebt zitten, dan is het van een afstandje heel moeilijk te zien of die lensdop erop zit of niet. Waardoor mensen alsnog het gevoel hebben dat ze gefilmd worden. Met een mattenbox haal je dat gevoel eigenlijk in één klap weg. Omdat die klep, die zit in mijn geval altijd dicht als ik hem dus niet gebruik. Dus daarmee is mijn lens dus goed beschermd. Maar ik laat hiermee ook heel duidelijk zien dat mijn camera op dat moment hun niet kan filmen. En dat vind ik persoonlijk echt wel een heel groot pluspunt. En daarnaast, en dat is punt nummer 8, is dat als je bijvoorbeeld aftermovies draait of op feestjes of op bruiloften en je hebt dus die mattenbox erop zitten, je camera ziet er niet meer uit als een fotocamera. Je systeemcamera is op één oogopslag geen systeemcamera meer. Want het ziet er niet meer uit als iets wat foto's kan maken. Dus die eeuwige vraag van, kun je ook misschien van mij foto's maken? Terwijl je videograaf bent. Ja, sorry. Maar die krijg je dus nooit meer op het moment dat je dus een mattenbox gebruikt. Omdat je in één oogopslag is het best wel duidelijk dat jij filmt en geen foto's maakt. Heel veel mensen die kopen een mattenbox eigenlijk voornamelijk omdat het er gewoon heel erg cool uitziet. Een mattenbox die transformeert elke simpele systeemcamera die elke beginnende videograaf natuurlijk gewoon kan aanschaffen. Lens erop en klaar. Maar het verandert je rig eigenlijk van iets wat er natuurlijk gewoon cool uitziet naar iets wat er gewoon echt high-end filmisch uitziet. Geeft dus ongelijk, want het is ook gewoon waar. Hoe zo'n kleine unit er eigenlijk voor kan zorgen dat je ineens veel serieuzer genomen wordt. Zelfs klanten die hebben ineens het idee van, hup, heb je een nieuwe camera gekocht? Wow, dat ziet er vet uit. Je krijgt veel meer bekijks. En dat is natuurlijk een beetje de vraag of je dat wil. Maar het komt er wel op neer dat mensen veel meer overtuigd lijken te raken van het feit dat jij echt een professionele maker bent. Omdat ze voor het eerst een camera rig zien die ze normaal gesproken niet zo snel hadden verwacht. Het kan zelfs zo ver gaan dat je dankzij die mattenbox echt wordt aangesproken en dus door nieuwe mensen wordt ingehuurd omdat je er gewoon heel erg professioneel uitziet. En is dat nou precies de reden waarom jij ook een mattenbox moet gaan aanschaffen? Dat kan, daar zijn de meningen over verdeeld. Ik zou zeggen, ja, waarom niet? Want los van dat het gewoon heel erg cool uitziet, is een mattenbox ook altijd nog een hele functionele tool om jouw producties ook daadwerkelijk te verbeteren. Je beschermt je camera, je kan allerlei grote nieuwe filters gebruiken en je vergroot daarmee ook gewoon de aanzien van hoe jij er als videograaf bij loopt. En het ziet er natuurlijk ook gewoon heel erg cool uit voor alle social media foto's. Dan ben je dus nu ook van plan om een mini mattenbox aan te schaffen voor jouw camera rig. Ik zou persoonlijk de Small Rig Mini Mattenbox echt aanraden. Maar je hebt bijvoorbeeld ook keuze uit de mattenbox van Tilta. Dat is een beetje de concurrent van Small Rig. Je hebt nog allerlei andere verschillende soorten. Maar op het moment dat je niet kan kiezen, laat het hieronder even weten in de reacties. Als je dus wel van plan bent om de Small Rig Mini Mattenbox aan te schaffen, heb ik hieronder in de beschrijving een linkje die je veel meer informatie geeft. En waar je natuurlijk de mattenbox gelijk kunt aanschaffen. Nou, tot zover bij een video. Dankjewel voor het kijken. Vond je dit een toffe video, gooi eventjes een hele dikke like duim omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent op dit kanaal, doe dat gelijk zeker eventjes. Want dan blijf je helemaal op de hoogte van alle nieuwe video's die ik upload. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende video. You wanna dance?